Dit jaar bestaat Film bij de Zee 25 jaar en daarom is het een extra feestelijke editie. En vandaag rijd ik met Jolanda mee en die rijdt wel in een hele gave oude klassieke wagen. Kijk hoe vet! Hé, jij komt er in een hele mooie auto aan. Ja, te gek hè? Ja, ik ben er ook heel trots op moet ik zeggen. Ja, want volgens mij had jij vroeger ook een belangrijke rol, of niet? Ja, heel vroeger ja. En ik heb bij CineCity en Film by the Sea gewerkt. En voor Film by the Sea heb ik hele bijzondere dingen mogen doen, waaronder de gastvrouwen. En waarom was dat? Nou, we zijn eigenlijk begonnen in 1999. Toen kwam Ad Wistraat met het idee om toch de mensen leuk binnen te laten komen. Chic. Dat begon eigenlijk met dames die een rode baret op hadden, een wit blouse, een rood rokje. En daarna, toen had ik zoiets van, nee, dit moet anders. Dus jij hielp echt mee met de styling dan? Ja, ik ontwierp de jurken zelf, zeg maar, de galajurken. En dat heb ik met zoveel plezier gedaan. En ja, het is niet alleen maar dat je daar mooi moet staan, zeg maar. Maar het is ook de manier waarop je moet lopen. Mensen te woord moet staan. Dus al dat soort dingetjes, dat heb ik ze geprobeerd aan te leren. Ja, hoe voelt dat nu dan, op de rode loper? Ja, de muziek. Mijn hart bonkt nog harder dan ik had gedacht in de auto. Maar ja, ik krijg het warm. En de nostalgie. Beelden van de gastvrouwen komen weer naar boven. Veel goede herinneringen. Ja, absoluut. Nou, het begint hier al lekker vol te stromen op de rode loper. We gaan eens even kijken hoe de sfeer erbij staat. Je bent er? Jazeker. Voor het eerst op die rode loper, want ik ben wel vaker geweest, maar nog niet op die rode loper. Oh, kijk. En hoe is het? Nee, ik moet even om me heen kijken. Wie zijn het eigenlijk allemaal en hoe loopt iedereen een beetje bij? Dat is voor mij even wennen, maar wel leuk. Ja, voel je je wel thuis? Heel eerlijk, het is wel even wennen. Ja, ik vind het mooi en ik spreek ook allemaal mensen die ik ook op het voetbalveld tegenkom. Of gewoon bij hun bedrijf. En ja, dan hebben ze allemaal die kleren niet aan. Dat is toch een ander gesprek. What are your expectations for tonight? Well, I'm really curious to see how the Film by the Sea works. And as I'm in Holland, in Zeeland, I really want to be part of this. So to me, I'm looking for something that will inspire me. So I want to see people who make art, who make films, and see how they do it here in Zeeland. Hey, en waarom ben jij hier vanavond? Ik ben hier vanavond omdat ik met iemand mee kon, gelukkig. En morgen gaat er een film waar ik aan mee heb gewerkt in première en komende week nog een. En je bent heel welkom natuurlijk dan als maker. Dat denk ik wel, ja. Ja, zeker. Tenminste, dat straalt Film bij de Sea wel altijd uit. Dat ze er zijn voor jonge makers, voor Zeeuwse makers. Dat vind ik altijd wel sympathiek aan het festival. Waarom ben je hier vanavond? Nou ja, het is het belangrijkste filmfestival van Zeeland natuurlijk. Dus, of van Zeeland, van Nederland denk ik wel. Dus ik ben heel blij dat het nu voor de 25e keer hier is. Het is ongelooflijk belangrijk voor de filmwereld in Zeeland ook. Dat dit soort initiatieven hier worden genomen. Dus ik ben er heel blij mee. Zeg, de rode loper begint vol te stromen. Ja, joh. Wat valt je op als styliste? Als styliste? Dat iedereen heel kleurrijk zeg maar, hier is. En, zie toch ook wel veel zwart? Ja, ook wel. Maar toch het paars en dat lila, dat valt erop, vind ik. En dat groen, wat dacht je daarvan, hierachter? Ja. Het Colbert-jasje. En nou weet je, daar word ik toch wel een klein beetje vrolijk van. Als nou maar niet iedereen dat gaat doen natuurlijk. Want dat zwart blijft natuurlijk wel deftig en chic. Dus dat mag. Het moet wel gala blijven. Het moet wel gala blijven. Maar vrolijkheid, daar hou ik natuurlijk wel van. Dus ik denk dat iedereen zich aardig aan de regeltjes heeft gehouden. Wat zie je er lekker kleurrijk uit? Ja, kind. Ik heb een been wat niet helemaal klopt op dat moment. Mijn Achillespees. En toen ben ik gevallen. En toen had ik zo'n knie en die is nu zo. Oh. Maar die Achillespees heb ik speciale zooltjes voor. En speciale schoenen. Nou, zie je daar zo'n mooie jurk? Nee. Dus ik dacht, ik doe gewoon lekker dit. Voel je je thuis tussen de Zeeuwen? Ja, heel erg eigenlijk. Ja, mijn ex was ook een Zeeuw. Rogier Schippers, die kwam uit Goederede. Maar dat zullen sommige mensen zeggen dat niet echt Zeeland is. Nee, maar ik kom er heel graag. Leuke mensen dus. Leuke mensen, ja. En heb jij hier nog iets zien veranderd in de afgelopen jaren? Want het is de 25e editie.
Ja, het wordt denk ik ook wel lastiger voor het festival om zo die spil te zijn. Dat proberen ze wel heel hard. Maar het is, volgens mij hebben alle festivals een beetje last van dat er voor cultuur steeds minder geld is. Weet je wel, dat er, terwijl het zo nodig is dat er goede verhalen worden verteld. Dat er, het is geen bijproduct cultuur, weet je wel. Het is gewoon... moeten zijn. Ja, het moet er zijn en het is maatschappelijk cement gewoon. Het is de binding tussen heel veel mensen, verschillende mensen. Het is zover. De openingsfilm gaat beginnen en de staatssecretaris die gaat nog even een woordje houden. En eigenlijk zijn filmmakers tovenaars. Waarom heeft u ja gezegd om het festival te openen? Nou, ik ben er nooit geweest en dat vind ik schande. Vind ik heel erg dat ik dat nog niet heb meegemaakt. Omdat het echt een belangrijk festival is. Het is heel belangrijk voor Zeeland. Het is het grootste evenement. Het is wat eigenlijk Film by the Sea ook zo speciaal maakt, is eigenlijk de link met literatuur. En dat je de concentratie op boekverfilming en literatuur en beeld, ja, dat is toch iets unieks. Iets magischer dan alleen film, denk ik. Ja. Ja. Ik wens jullie allemaal heel veel plezier. Hoeveelste keer is het dat jij op dit festival bent? Ook 13 of 14 keer. 15 keer zelfs, hè? Ja, zoiets. Ja, ik ben er denk ik 5-6 keer wel geweest hoor, ja. Ik kom hier al sinds het begin en ik ben nog steeds helemaal weg van alle films die gedraaid worden. Film by the Sea. Hoe heb jij dit jaar een extra feestje ervan gemaakt? Nou, daar staat ze, Mia Nicolai. Dat is toch wel een goede stunt natuurlijk op de openingsavond van het Songfestival. En verder, ja, we hebben gewoon de beste films proberen te krijgen die we konden vinden. Er zijn inderdaad ook nog meer extra feestjes. Dus dat soort dingen. Veel extra's. Veel extra's. Maar ik heb wel begrepen dat er vroeger de feestjes wel iets heftiger waren. Zoals strippers en hostessdames. Wat mis jij van vroeger? Wat ik mis? Nou, eigenlijk niet zoveel. Ik ben een beetje meegegroeid met Film by the Sea. We hadden vroeger altijd een VIP-room. Dus dan zat je apart. Maar ja, dat vind ik ook niet meer van deze tijd. Dus ik vind jij zat ook in de VIP dus? Ik zat wel eens in de VIP, ja. Maar dat vind ik niet meer van deze tijd. Oh ja, eens even kijken, misschien veranderen. Nou, we zeiden juist vandaag tegen elkaar dat het zo opviel dat alles hetzelfde bleef. We komen aanrijden en we weten meteen waar we naartoe moeten. De rode loper ligt al klaar. En we gaan naar de markt en daar logeren we. Nou. Het is alles, juist allemaal zo leuk hetzelfde. Voelt het nu extra feestelijk deze avond, deze jubileumeditie? Om eerlijk te zijn is het altijd extra feestelijk. Dus, en dat was dit dus ook. Dus nee, prima. 25 jaar Film by the Sea. En ik hoor van de gasten dat het eigenlijk helemaal niet zoveel is veranderd. Maar dat is ook helemaal niet nodig, want het is en blijft gewoon een goed feestje. Nou, het gaat hier nog wel even door, maar ik zeg welterusten.